Amerika. Gewoon de zee. Malibu Beach. En dat is vlakbij Los Angeles. Dan heb ik een vraag voor jullie. Wat nou als ik mijn zwembroekje bij me had en ik ging hier zwemmen? En ik ging hier gewoon rechtdoor. Alleen maar rechtdoor. Waar kom ik dan uit? Dat is nu de vraag. Reageer in de comments. Als je het weet. Ja, de pier van Santa Monica. Dat lijkt meer op een pretpark, op een Efteling eigenlijk. Een reuzenrad achter mij. Achtbaan daar zo. En allemaal van die leuke spelletjes dat je dan een bal in de basket kan gooien en zo. You're feeling like a kid now, huh? Oh yeah, but daddy won't let me go in any of the games. Which one do you want to go in? Oh, basically, I want to go balloon burst, or an arcade, I want to play ice hockey. Slide and swim, because it looks pretty epic. I mean, look at it, it looks crazy. That's people your age going there, yeah. My mental age. Als je dan afvraagt waarom Santa Monica zo aantrekkelijk is voor al die toeristen hier, dan zeg je natuurlijk ja, het uitzicht over de zee. Nou, geloof mij, er is vandaag niet heel veel te zien. We gaan de pier weer verlaten, de pier van Santa Monica. We gaan terug naar de auto en dan rijden we door naar LA. De sterren hier in Los Angeles. Veel bekende namen, veel onbekende namen ook. Wel grappig, hè? Ze hebben dus die sterren alvast neergelegd hier. Alleen hebben ze mijn naam er nog niet in geschreven. Hier op Hollywood Boulevard, ja, dan moet die outfit natuurlijk ook een beetje Hollywood-achtig zijn. Bandanetje, ronde zonnebril. We gaan zo meteen een Hollywood tour doen. En dan gaan we naar wel 50 plekken van ja, bekende personalities. Verder gaan we het Hollywood sign-out zien. Nou, ik ben heel erg benieuwd. It's gonna be hard to find anything new. Most people are having trouble parking in Little Creek. We rijden nu door de Hollywood Hills. Deze wijk hier staat huisbouw van 5 miljoen gekocht. En hier wonen dus al die tv-sterren, omdat het zeg maar vlak bij die studio's is. Justin Timberlake woont hier. It's got 24-hour security. Achter mij de stad Los Angeles. Je ziet daar de skyline. En als ik de camera eventjes draai, dan kom je bij het bekende, het fameuze Hollywood sign. Beverly Hills, en dat is een van de duurste wijken ter wereld. Batman Lambo. Zo. Rodeo Drive, een van de duurste shoppingstraten dus. Ja, 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 daar heb je de Planga van Cartier. Waar is hij weer? Louis Vuitton. This one is still family owned, less international. Approaching In-N-Out Burger. Meerdere mensen hebben het ons aangeraden, In-N-Out Burger. Ga hierheen. Het ziet er druk uit. Dat is vaak een goed teken. What do you think? I'm just hoping to eat it, basically. I don't want to distract. I mean, you have to say thank you to Chris, who recommended this to us. Big up, Chris and Steph. This one's for you. Yeah, what did I think about this In-N-Out burger? The burger itself was quite... Yeah, it was not bad. Not the best burger I've ever tasted. For example, smash burgers. Okay. Smashed it harder. I like the concept. I like the principles behind it. It's all fresh, never frozen beef. Ik ben nu in Venice Beach. Daar wordt lekker op de zaterdagochtend geskate. Ik ben best wel onder de indruk. Het zijn mooie stunts die ze allemaal uithalen. De vibe is ook goed natuurlijk. Lekker weer. Zaterdagochtend, ja, dat is wel de ideale manier om je zaterdag goed te besteden. Lekker skaten. We zijn even lekker aan het flaneren over de boulevard hier. Het is quite hot. 25 degrees Celsius. Ja, goed hè? Ja, lekker. Een beetje tegen het einde van de dag aan. De zon gaat onder en wij gaan hier ook weg. Venice Beach, ja, heel leuk. Veel activiteit. Het leeft hier heel erg. Veel skaters gezien, veel andere sporten ook. Tennis, basketbal. Groep dansers mogen aanschouwen die wat stunts deden. Zelf ook even een balletje getrapt natuurlijk. Kijk, hij probeert nog even wat. Really good, really good. Echt een lekker plekje om de zaterdag door te brengen. Central Market, dat is achter mij, daar ben ik net eventjes doorheen gestruind. Dat is een plek waar je vooral eten kan halen. Echt allerlei soorten, you name it, they have it. Het fascinerende eraan vind ik dat het allemaal zo kort op elkaar zit en zo ontzettend krap is eigenlijk. What was the food you liked the most there, John? I quite like the chopped sweet chow mein.